de roosjes uit één stuk. Dus je gaat zien dat de rozen bestaan uit cirkelvormige, vandaar dat het uit één stuk noemt, omdat de blaadjes aan elkaar hangen. Er zit een knopje bij, er zitten blaadjes bij en er zijn eigenlijk drie maten van bloemen. Dit is het kleinste, dat is het grootste en wat dat hier nog gemaakt moet worden is de middenmaat. Hoe je ze samenstelt in een takje of gewoon los, dat kan je allemaal zelf kiezen. Ik ga beginnen met het voordoen van het knopje. Het is heel eenvoudig, dat bestaat uit twee vormpjes, het bladje. En dan gaan we lichtjes bollen, niet terugstrijken, alleen bollen. En je bolt dat, indien je rechts- en averechts verschil hebt in je stof, bol je dat met de averechtse kant. Dus op de averechtse kant, rechts licht naar beneden. En je pakt daar iets van bolletje 18, kan eventueel met de 19 ook. Dus van op de zijkant naar het midden toe, links en rechts, en dan over de lengte bollen. Dat je zo een schelpje, een kuipje krijgt in de lengte. Meer is dat niet. Dat doe je bij alle vijf de blaadjes. Dan hebben we ook nog kelkblaadjes. En bij de kelkblaadjes gaan we met dezelfde bol gewoon een keer erin, dat dat rond komt staan. Dat is alles voor het bollen van het knopje. Voor de bloemblaadjes bollen we alle groottes eigenlijk hetzelfde, alleen pas je de grootte van de bol aan afhankelijk van het blaadje. We starten met de rechtse kant boven, dus we gaan bollen langs de rechtse kant en je wrijft telkens heel het blaadje van buiten naar binnen. Nu ga je merken dat het ene blaadje wat beter bolt dan het andere en dat komt doordat we geknipt hebben op cirkelbasis. Wat dan maakt dat sommige blaadjes op rechtdraad zitten en andere blaadjes op schuindraad. En je gaat merken dat degene die schuindraad zijn veel sneller mooi bol komen staan. Dus het kan zijn dat je bij sommige blaadjes iets meer moeite moet doen. Let er wel op dat je heel het blaadje meeneemt, dus ook de zijkant goed mee en geen plooitjes in de blaadjes. Dat doe je voor elke grootte van cirkel en dan in het midden duw je nog eens heel eventjes het midden samen. Dan draaien we het blaadje om en gaan we langs de averechtse kant met de haak terug bollen. Dus terugstrijken, dat we een klein beetje aan het bovenste gedeelte naar achter een krulletje krijgen, dat niet te hard en ook niet erin geduwd is, maar gewoon teruggestreken is. Dus we zetten op de rand en we gaan onze duim eronder steken, dat je het niet terug plat duwt. En het bovenste gedeelte van de blaadjes strijken we terug. Dat mag zo een klein beetje verschillend zijn. Dat hoeft niet echt gewoon één gootje te zijn. Het is zelfs mooier als dat zo'n klein beetje hoekig soms is. Je kan ook wat spelen met de dikte van de haak. Wat meer met de punt of wat minder met de punt. En daardoor krijg je ook nog effecten. Let er wel op dat je nooit het fijne van de punt in de vlam steekt, want dan verbrand je rap. Dus een draai in de vlam steken. Voilà. En dat doe je bij alle blaadjes en dan krijg je dus van klein naar groot. Je ziet ook dat mijn blaadjes wat bijgekleurd zijn. Het is allemaal vertrokken van dezelfde kleur, maar de kleinste heb ik een beetje donkerder gemaakt. Wat dat geeft dat als straks de bloem in elkaar gezet is, dat de bloem in het midden wat donkerder is en naar buiten toe lichter. Dan hebben we nog de blaadjes. Ik heb die ook gewoon in het roos meegedaan, maar je kan kiezen of je die in het groen doet. We gaan ze eerst kartelen. We starten voor het kartelen aan de punt en we draaien met een schaartje terwijl we het knippen. Dus ik wijs naar het steeltje en ik draai. Dat hoeft niet allemaal schoon even groot. Het is zelfs mooier dat het één hoekje wat groter en wat kleiner is. Maar het is dus kwestie van telkens van aan de punt van het blad richting het steeltje en draaien terwijl dat je knipt. Dan draai je het om en je start terug aan de punt. Je knipt en je draait. Knippen en draaien. Dus weer aan het puntje waar je eindig bent.
begin je te knippen en je draait. Dus telkens richtend het steeltje en terwijl je knipt, draai je het blaadje om. Dan hebben we ook nog nerfjes nodig in ons blad. En nerven, dat ken je. Dus we gaan met het mes lijnen trekken. We starten met de middennerf. En dan gaan we op de middennerf zijn nerven trekken. Dat is mooi. In het midden van het blad. Niet te hard duwen, gewoon de warmte van u. IJzer zijn werk laten doen en dan mooi tot tegen de middenlijn. Dus lichtjes draaien met je mes dat je mooi met de punt eindigt ten opzichte van de middennerf. Eventueel kan je dan nog eens op de zijnerfjes extra nerfjes zetten. Maar dat kies je zelf. Wel altijd zien wanneer je dat doet, dat je nooit erover gaat, maar dat ze mooi tegen elkaar aansluiten. Ons blaadje gaan we voorzien van een seps. Dus we gaan aan de achterkant afmeten hoe lang onze seps moet zijn. Je blijft van boven een half centimeter ongeveer eraf. Je weet hoe lang. Ik haal meestal de seps gewoon door een klein beetje lijm, dat je zeker niet te veel hebt. En je duwt mooi aan in het midden op het blaadje, dus op de middennerf, stukje van de kant. En dan laten we gewoon eventjes drogen. Als dat droog is, dan gaan we hier aan het einde, dus aan dat steeltje, gaan we terug een klein beetje gutta bijeen doen. Dat mag je niet direct doen, want als je dat direct doet, dan gaat dat teruglossen. Dus je moet eerst de lijm te goed laten drogen. Voor het knopje op te binden gaan we terug een stukje beklede seps nemen. We hebben geen meeldraadjes, dus we gaan het blaadje gebruiken. We laten dat ongeveer 2 centimeter overlappen. Op een centimeter gaan we onze draad doen en binden. Dus wat we normaal met de meeldraadjes doen, doen we nu met het eerste blaadje. Dan maak je het haakje, duw dat heel goed plat en dan gaan we het blaadje mooi vastbinden. En dan gaan we gewoon alle blaadjes, dus er zijn er 5, rondzetten door die ongeveer de helft te laten overlappen. Wel erop letten dat je altijd in dezelfde richting gaat. En je weet, de richting van binden is in de andere richting dan dat je ze zet. Welke dat jij dat kiest, of welke je kiest, dat is zelf te bepalen. Voor mij is het altijd het gemakkelijkste dat ik de blaadjes naar mij toe zet en wegbind van mij. Maar het mag net andersom ook zijn. Als het maar in 2 verschillende richtingen is. En dat doen we om de blaadjes minder rap te doen verschuiven. Goeie stikzij gebruiken, dat hem niet breekt. Dat je goed strak kunt aantrekken. En dan zie je dat je een langwerpig knoopje krijgt. Je gaat de draad eventjes vastzetten met wat lijm. Je breekt hem niet af, want nu hebben we ook nog de 5 blaadjes die naar beneden hangen. En die gaan we er rond zetten, mooi verdeeld. Daar hebben we weer ongeveer een centimetertje dat we kunnen gebruiken voor op te binden. En je let erop dat je ze allemaal mooi laat naar onder buigen. Dus dat overlapt ook weer een stukje elkaar. Je kijkt gewoon dat je in 1 ronde rond geraakt.
En als je rond bent, dan bind je het helemaal, die centimeter stof, mee vast. Je breekt je draad af en je zet er wel lijm op, dat de draad vast zit. Als de draad vast zit, dan gaan we terug een stukje gutalint gebruiken. We halveren het weer. En voor iets dikker op te binden, altijd van dun naar dik. Goed uittrekken. En alles goed bestoppen dat van de stikzijde niets meer zichtbaar is. Dus hier zie je geen stikzijde meer, maar tussen het knopje, de kelkblaadjes en het knopje zelf, mag je de stikzijde ook niet zien. Alles is op dezelfde hoogte opgebonden. In het midden van de bloem zitten meeldraadjes, dus we starten met het opbinden van de meeldraadjes. Afhankelijk hoeveel dat je erin steekt, kan dat wat voller of wat minder vol zijn, dat is een beetje hoesting. Je moet wel letten op de lengte van het uitsteken van de meeldraadjes. Bij het kleinste bloemetje is dat iets van een anderhalf boven het draaikje van de seps. Bij de grootste kan dat tot 2,5 komen. Dus ik ga de middelste pakken, dus ik ga hier iets van een goeie anderhalf pakken. Ik zet mijn seps een centimeterke boven de anderhalf. Dus als ik zeg dat dat ongeveer anderhalf is, dan moet daar minstens een centimeterke van mijn sepske boven zitten. Je ziet het, die zitten denk ik, hier zit het. Erboven, want ik ga hier binden en we moeten zelfs ons haakje kunnen maken. Dus ik neem terug de draad en ik ga binden dat ik ongeveer anderhalf heb hier en dat ik hier nog een stukje heb voor naar beneden te plooien, dus ongeveer iets van een centimeter. Je maakt de haakje heel mooi, goed stevig vast. En dan gaan we de meeldraadjes een klein beetje schuin bijknippen, dat de dikte stilaan verdeelt. En we binden heel het stuk naar onder mee vast, dat het goed vast zit. Dat zetten we vast met lijm, want we hebben een bloem uit één stuk, dus we moeten sowieso tussen elke laag onze draad aftrekken, dat die gewoon er kan overschuiven, elke laag. Voor het opbinden gaan we eerst elke cirkel voorzien van een kruisje in het midden. Dus we plooien het dubbel, we doen een knipje in de ene richting, we plooien het haaks erop nog eens en dan gaan we ook een klein knipje in geven. Het resultaat is dus dat we dus zo een openingetje krijgen, waardoor we kunnen op de seps schuiven. Ons eerste blaadje gaan we schuiven en dat doen we eigenlijk voor blad 1, 2 en 3 allemaal hetzelfde. Maar we zorgen dat we ons blaadje schuiven en we blijven ongeveer een halve centimeter onder de bovenkant van mijn seps. Hier zit mijn boogje van mijn seps. De afstand van dat boogje tot de stof van het blaadje is een halve centimeter. Dan neem ik alle blaadjes vast en die halve centimeter die duw ik hier vast en daar ga ik mijn draad overzetten. Dus dat komt erop neer dat je ongeveer een centimeterke diameter in het midden van dat blaadje gebruikt om op te binden. Een halve centimeter die van hier komt en een halve centimeter die van daar komt. Je bindt dat goed vast en je gaat zien dat het soms weer eens durft dat die blaadjes zo wat dubbel komen zitten of naar de verkeerde kant draaien. Maar als je gewoon een keer of twee, drie goed stevig rondgedraaid hebt, kan je met je blaadjes gaan spelen en er wat aan draaien dat ze toch juist komen zitten. Als je denkt dat het goed is, dan ga je controleren en dan ga je kijken dat je hier geen stikzeten meer ziet van het opbinden van de meeldraden. Dus dat moet juist op dat hoogste stukje zitten. En als je dan hier bekijkt, dan zie je dat hier ongeveer
een halve centimeter stof zit. Ik ga dat vastlijmen met lijm, want zoals ik er juist gezegd heb, elke laag wordt apart opgezet, dus elke keer de draad afbreken. Als je nu dat gedaan hebt, controleer dan even dat er wat draadjes aanhangen. Knip die dan ook telkens weg, want anders gaan die er soms tussenuit steken. En dan zie je dat die blaadjes er rond zitten, vrij nonchalant, maar je kan er wat aan draaien. Hetzelfde doen we met de volgende laag. Ik heb er al een kruisje in geknipt. Ik schuif die dus weer en ik ga zorgen dat de bovenkant van mijn stikzijde, dat die een halve centimeter hoger zit dan als mijn blaadje dat erbij komt. Ik duw op dezelfde plaats die een halve centimeter bij elkaar. En ik ga op dezelfde manier met een nieuwe draad terug het vastzetten. Dus weer een keer. Of drie er rond en dan de blaadjes kijken. Als het goed is, bind het helemaal vast. We doen weer lijm eraan, dat de draad vast komt zitten. En ik breek een draad af. Als er nog eindjes van het begin van de draad zitten, dan doe je die weg. We pakken de derde laag en ook de derde laag doen we op dezelfde wijze. Dus weer een half centimeter eronder aanduwen en vastbinden. Op dezelfde plaats. Want als we nu zelfs gaan controleren, dan mogen we tussen onze lagen ook de stikzijde niet zien zitten. Doordat de cirkels telkens groter waren, zie je dat de blaadjes toch verder komen zitten en dat het bloemetje groter wordt. Dus weer vastzetten met wat lijm, dat de draad vast komt zitten. En de draadjes afbreken. Dus als we nu gaan controleren, dan zie ik tussen deze laag geen stikzijde. Dus meeldraadjes hadden we al gecontroleerd. Ik zie hier niks zitten van stikzijde. En ik zie daar niks zitten van stikzijde. Dus dat is goed. Natuurlijk, hoger mag je ook niet gaan, want dan ben je op den duur op je meeldraadjes aan het binden. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat je wel op dat bovenste van de seps blijft. Dan hebben we nog twee laagjes. Die twee laagjes gaan we onder de bloem lijmen. Dus we doen in het midden van de bloem een klein beetje lijm. Dus goede witte lijm die snel droogt en kleurloos opdroogt. En dan gaan we het erover schuiven. Je let wel erop dat je nu zorgt dat het schraaglinks ten opzichte van de vorige laag komt staan. Controleer eventjes dat ze goed zitten. We doen terug op deze in het midden op dezelfde manier. Lijm. Niet overdrijven met uw lijm. En dan gaan we weer met de goede kant naar boven geschraagd het volgende erover zetten. Dus waar een openingetje is, zit dus het vorige blaadje. We duwen de bloem aan en dan zien we, laten het even drogen. Ik kan de meeldraadjes een klein beetje open trekken. En dan gaan we de bloem laten drogen. Als de bloem gedroogd is, dan gaan we terug een beetje Guttalint nemen. Weer hetzelfde als bij het knopje. Dus van de dunne kant naar de bloem toe. En alles mooi bedekken. En dan hebben we het middelste maatje. Dus we hebben hier die kleine
de middenmaat en de grote. Ik heb hier nu alle delen. Ik heb het knopje, ik heb de 3 maten van bloemen. Nu kan je zelf gaan kiezen of je daar 1 tak van maakt of je dat los gaat gebruiken. Hier zijn er de kleinste en de middenmaat plus een knopje. Hier is de bloem, de grote, op zich alleen gebruikt. Je kiest zelf hoe je het doet. Ik ga het voordoen met alles. Dus ik ga starten met het kleine bloemetje. We geven er een klein beetje een knik in dat ze wat rechter komt staan op de stengel. Ik ga er het knopje bij monteren. En dan is het een kwestie van bij elkaar te zetten hoe dat jij graag hebt dat het erbij komt. Ik ga er ook in één keer langs hier een blaadje bij laten komen. En dan ga ik de 3 samen vastmaken met Gutalint. Waar dat ze gaan op elkaar komen. Ik ga een klein beetje vastzetten en dan zitten die 3 stuks al tegen elkaar. Dan breng ik de middelste maat erbij. Langs deze kant denk ik. Je moet altijd wel bekijken als je tegen iets houdt op een hoed of zo, dat je ziet dat het onderaan een vlak wordt. En ik ga verder weer een stuk met mijn lint in dezelfde richting. Schuin naar beneden, zoals je een strips bekleedt. Nu krijgen we hier heel wat steeltjes bij elkaar. Die gaan we dakpensgewijs een beetje bijknippen. Dus hetgene dat het langste al meegaat, dus van mijn begin, een centimeter verder. En zo gaat het verder uittunnen. De laatst bijgekomen, die laat ik het langst om er gewoon op verder te bouwen. En dan heb ik hier nog mijn grote bloem erbij. Die ga ik langs hier zetten. Schuin. Misschien eerst nog een blaadje ertussen zetten. En je blijft dus altijd op dezelfde manier doorgaan totdat al je delen die je hebt aan elkaar staan. En dan heb ik hier nog 1 blad. Ga ik langs de andere kant zetten. En dan ga ik hier weer een beetje bijknippen. En ik bind alles samen. Op het einde altijd eens teruggaan, dat je de blinkende stepsjes niet ziet zitten. Klein stukje terug. En dan kan ik alles nog eens terug een klein beetje in vorm zetten. En dan zitten ze allemaal bij elkaar. Je ziet hier heel mooi dus dat mijn middelste wat bijgekleurd zijn met de kleurtechniek die we ook toepasten op de roze knopjes. Waardoor dat de kleinere iets donkerder zijn. De grootste is veel lichter gebleven.